Goedemorgen. Ik heb een ontbijtje gemaakt en het is twee, of het zijn twee broodjes ei met bacon. Eindelijk weer. Oh mijn god, ik heb dit echt al zo lang niet gegeten. Want ik had natuurlijk geen koelkast, dus ik kon geen vleeswaren en dat soort dingen halen. Alleen op de dag zelf. En 's ochtends heb ik nou niet bepaald zin om mijn huis uit te gaan. Vooral niet in this situation. En dat is wel vaker, dus vandaar. Maar goed, ik ga vandaag een heleboel opruimen en doen. Ik denk dat ik hopelijk mijn woonkamer vandaag wel leeg krijg. Maar ja, wie weet. Ik weet nog niet precies waar of ik alles wil. Ik moet in ieder geval al deze dozen uitzoeken. Want misschien wisten jullie niet, maar ik had een storage unit, zeg maar. En daar stond een heleboel spul in. Ja, nog van andere kamers en gewoon van mijn ouderlijk huis. En ja, dat staat dus echt gewoon al jarenlang in opslag. En ik heb geen flauw idee wat er allemaal in zit. Of wat ik wel en niet wil houden, wat ik weg kan gooien. Dus weet je, dat ga ik langzamerhand doen. Ik weet niet of ik dat dan hier per se laat staan. Of dat ik dat dan boven in een kamer zet en het daaruit ga zoeken. Zodat het hier in ieder geval leeg is. Maar voor nu staat het wel prima, want anders gaat het ook heel erg galmen hier ook. En dan voel ik me wel heel erg loner in mijn stoel en tafel situation. Maar goed, ik ga nu lekker eten. Ik ben even aan het wachten op mijn thee. Niet dat ik dan pas ga eten, maar dat ben ik ook aan het doen. En ik ga Vlogmas kijken en daarna ga ik weer aan de arbeid. Ik heb dus deze trui aan. Het is een beetje een groenige, ja, ik weet niet, wat kleur is dit, zeg maar. Ja. En dan heb ik gewoon mijn jeans eronder, gewoon donkerblauw. En ik heb mijn coole boots aan van de H&M. Dus ja, this is my look today. So let us go to the supermercato, zodat ik eten kan halen en zodat ik tenminste less of this outbreak krijg, want oh my god. En dan zeggen ze dat eten geen invloed heeft op je acne, hè? Dat is echt de grootste bullshit ever. Oh ja, en wat ik ook wou zeggen, is dat ik een parfum op heb gedaan, Alaya of zo. En ik word er kotsmisselijk van. Het ruikt wel lekker, maar het is echt way too much. En ik heb maar twee spreetjes. En ik word er helemaal laaf van. Dus ik ga even wat eten. Hopelijk helpt dat. Zodat ik niet straks in de taxi ga zitten kotsen. See you later, guys. Ik kom net aan bij mijn moeder. Hallo. En, maar ik heb post uit Italië. En ik mag stemmen. Want, ik bedoel, ik ben Italiaans ook. See, no. Ik mag gewoon bepalen wat er gebeurt daar. Nou ja, niet bepalen. Mee beslissen. Het is echt bizar eigenlijk. Maar goed, ik stem nooit. Ik stem niet eens in Nederland. Ik heb echt nog nooit gestemd. Maar het is wel heel erg leuk om me important te voelen. Importante. Huh? Ja, net alsof. Net alsof, ja. Super cool. En dit is de biggest compliment I could give. I wanna go. It is time for the deliciousness. Heb je mijn bakje trouwens gezien ook? Leuk, hè? Oh, wat schattig. Ja, jij hebt hem ook, hoor. Oh, wat schattig. Leuk, hè? Strawberry. Anyways, het is tijd voor iets wat ik al heel lang niet meer heb gehad. En dat is chipolata pudding. Jiggle, jiggle. Een hele goede avond. Eigenlijk is het nacht, want het is al super laat. Nou ja, super laat. Het valt nog wel mee. Het is 12 uur geweest in ieder geval. Ja, dat kan ook gewoon 2 uur zijn, maar dat is het niet. Het is iets van 1:15, 1:15. Kwart over 1? 12:15, 1:15. Ik kom niet aan mijn woorden. Maar ja, ik heb best wel veel gedaan. Het licht is nu wel uit hier, want ik heb er een stekker uitgetrokken. Maar ik heb een tv-meubel in elkaar gezet. Mijn moeder was hier, we hebben gegeten samen. We hebben New Girl gekeken, was echt super grappig. Maar ik wou jullie even iets heel erg cools laten zien wat ik ooit van mijn opa en oma heb gehad. En het is zo magical. Dit is echt zo cool. Dit hadden mijn opa en oma vroeger in hun woonkamer staan. Het is echt zo awesome. Het zijn een soort bloemetjes en die geven dan licht. En het zit in een box. Ik vind het zo pretty. Het is misschien lichtelijk een beetje kitsch voor de mensen die er niet van houden. Maar ik vind het ten eerste leuk omdat het een herinnering is aan mijn opa en oma. En ten tweede
omdat het gewoon echt heel erg freaking magical is. I love it. Ik vroeger kon ik echt uren naar die lamp kijken en dan was ik helemaal aan het wegdromen en zo. Dus ja, het is wel echt fitting dat die nu nog steeds in mijn leven is. Maar ik ga nu weer eventjes de andere lamp aan doen, zodat ik jullie kan laten zien wat ik heb gedaan. Nou, ik wou het jullie eigenlijk van ver af laten zien, maar dat zie je echt geen reet van. Maar mijn tv-meubeltje staat weer. Woe! Een hele goede nacht alweer, maar nu in een different setting. Ik lig nu lekker in mijn bed, of nou ja, ik zit eigenlijk in mijn bed. Dit is trouwens mijn knie, voor als je het je afvraagt. Ik heb echt een shitload gedaan en ik ben echt helemaal rood. Ik weet niet of je het kan zien, maar ik heb allemaal hele kleine sneetjes in mijn armen. Ik weet niet of je het een beetje kan zien ook. Hier ben ik helemaal rood. Hier heb ik sowieso een kras. Maar hoe kan ik het laten zien? I don't know. Drama. Anyways, hier heb ik een kras. Ik weet niet of je het kan zien, maar goed. In ieder geval, ik zit echt helemaal onder de krassen en blauwe plekken en weet ik wat allemaal. En het is echt super irritant, want het doet vet pijn. Ik ging eten maken. Ik had zeg maar die broccoli gemaakt met mozzarella en citroen. Ik weet niet wat ik wou zeggen, maar het was geen citroen, maar het was citroen. En ik knijp de citroen altijd uit gewoon in mijn hand met een vork en zo. Dat is gewoon lekker makkelijk. Maar ja, dat deed best wel pijn, want echt al die wondjes gingen gewoon vet burnen. Dus ja, oh, je ziet hier trouwens ook een blauwe plek. Leuk! Maar goed, ik kom al een heel eind. Ik heb Damien Rice aan staan trouwens, als je wat hoort op de achtergrond. Super relaxed, chill muziek. Als je het niet kent, moet je het echt een keer gaan luisteren, want het is echt super chill. Maar goed, het is tijd om te slapen. Ik ben echt super gaar. Het is nu bijna 15:15. Ik zie een mug. Waar is die? Ik wil absoluut geen freaking mug in mijn kamer als ik ga slapen. Oh, daar is hij. Ik zie hem al. Nee. Oh, yes. I got it. Woe. Dat klonk volgens mij echt alsof er fucking bezeten demon of zo was. Een bezeten demon. Mm-hmm. Anyways. Hij killed both muggen. Want er zaten er toch twee. Ah, kramp in mijn voet. Niet cool. Oké, nou, in ieder geval, ik ga de vlog afsluiten. Dus dat wou ik eigenlijk doen, want ik ga slapen, want het is bijna 14:45. Dat was mijn hele punt. En ja, ik ga jullie dus een hele fijne avond wensen, een hele fijne nachtrust. En ik zie jullie heel graag morgen weer voor een nieuw avontuur. Slaap lekker!